Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness. You have entered the Chronics rabbit hole, and today we're doing something special for the Nightwish Army. We are doing that awesome floor interview from Tempere, and we have a special guest today, the lovely... Hi, I'm Alana. I'm Kyle's fiance. Again. She's the thumbnail lady. She's doing a great job. This is her second time reacting with us. So we'll definitely get some more music reactions with her, but I believe I saw in the comments that you guys wanted me to have someone with me while watching this interview because it's pretty nice. They said to bring tissues, but I don't cry on camera, so we'll see. You never told me to bring tissues. Well, I didn't want to spoil it, right? Oh my god. So we'll see how it is, and thank you everyone for all the recommendations for the votes. And we're definitely going to still do the movie itself. And if you have any other documentaries from Nightmish you want us to check out, please let me know in the comments down below. If you're new to this, please sub and like this channel if you had a good time with us. All right. Niet helemaal vinden, hè, op school. Je bent er zelf op zoek gegaan. Ja. Nou, ik kon in ieder geval jouw lessen niet helemaal vinden, hè, op school. Je bent er zelf op zoek gegaan. Ja. Nou, ik kon in ieder geval vocaalgebied niks vinden. Wat zocht je? Nou, ik wou in eerste instantie doen wat ik al deed en daar meer over begrijpen. En wat deed je? Ik zong vooral heel hoog. Dat vond ik toen heel belangrijk, dat ik dat goed kon. En dat kon ik al wel, alleen had ik geen idee waar ik mee bezig was. Ik deed in verschillende stijlen, maar ook dat wist ik niet precies hoe dat nou werkte. En toen kwam er een zangdocent van het conservatorium een workshop geven. What do you think about the Dutch language? It's gorgeous. Isn't it? Edward Hoepelman vanuit muziektheater in de Tilburg conservatorium ook. En toen dat klikte met hem enorm. Dus vanaf dat moment heb ik bij hem lessen kunnen volgen. En ben zelfs nog muziektheater en opera gaan doen na de Rock Academie. En jij wist al van jongs af aan wat je wilde, toch? Ja. Vanaf wanneer zat dat erin? Nou, eigenlijk middelbare school. Deden we een musical. Daar op het podium staan was verkocht. Schoolbandjes. Zeker, en je hebt het ver geschopt, want je zit bij Nightwish. En ja, misschien ja. Elton, jij bent een metal fan, dus kan je ook een beetje duiden hoe groot Nightwish is? Nightwish is in het female front het gedoe, het hoogst haalbare. Ja. Einde verhaal. En je toert nu met Nightwish? Ja. Met een wereldtournee, waar ben je net allemaal geweest? In welke landen? We zijn net in Zuid-Amerika geweest, dus het continent. Met Brazilië, Argentinië, Chili. Hoeveel concerten ongeveer gedaan? They're on tour right now and apparently one of you have seen Nightwish 8 times already this year. 14. We zitten net aan het begin van de wereldtour. Dus jullie moeten Europa nog doen, Australië. Ja. Japan. We gaan naar China waarschijnlijk. Nou ja, ik mocht erbij zijn in Finland. En Finland is natuurlijk jullie... Ja, thuisbasis. Dus ja, ik naar Nightwish en dat werd me wat. Ja. So this is, I think, where it officially starts. Imposant, moet ik zeggen. Kijk, een beetje de kriebels nu. Ja? Ja, het is wel... het is toch wel groot. We hebben deze show 1 keer eerder gedaan. In een andere stad in Finland. En daar hadden we een goede 12.000, 15.000 man. Hier wordt het net even een stapje groter. Dus er zijn hier Finnen die zo trots zijn op de band. Daar moeten we bij zijn. Nightwish is een nationale trots. Hier is de grootste band van Finland. Grootste exportproducten. Wow. Zijn we hartstikke trots op. Ja, want Floor en Nightwish zijn groot. De band toert over de hele wereld en verkoopt miljoenen albums. En dat sprookje begint in 2012. De oorspronkelijke zangeres stapt uit de band en dan bellen ze zomaar Floor uit Holland. Hoe was dat toen dat telefoontje kwam bij jou? Daar kon ik met mijn verstand niet bij. Ja. In de zin van meteen ja. En daarna, wauw, hoe kan het? Alle mensen op de hele wereld. Ze belden tijdens mijn zusjes trouwerij. Ik had eigenlijk zoiets, nu even niet, kun je het morgen doen? Ja, dat is goed. Toen kreeg ik een sms'je. Ja, het enige wat we je wilden vragen. Het enige. Wat? Ja, wauw. Sinds dat telefoontje is Floor uitgegroeid tot de onbetwiste frontlady van de band.
Maar nu is het toch wel een beetje gespannen, zo vlak voor een groot concert in Finland. En daar kan ik me iets bij voorstellen. No kidding. Morgenavond sta je dus hier. Ja. Hoe voelt dat? How does that feel? Ja, een beetje onwerkelijk nu. Ik ben best wel een beetje jaloers op ons publiek. Ik zou dat ook wel eens willen zien. Dat lijkt me wel gaaf. Nog een laatste repetitie en soundcheck, want alles moet natuurlijk kloppen. Zeker nu er voor Floor bijzondere gasten zitten op de eerste rij. Speciaal voor het optreden zijn haar ouders ingevlogen uit Nederland. Wauw, mijn parents gingen goed, hè? Goedemiddag. Leuk een keertje live te zien. Nou, alleen op televisie. Nee, maar dit is toch ook heel leuk om te zien, zo'n repetitie al, ja. Fantastisch. Hoe is dat nou als ouders, zo'n frontlady als dochter te hebben? Ja. Ik heb vooral ook heel ontroerend. Als ik daar zit, dan zit ik gewoon de tranen rollen over mijn wangen. Ja, wat is de ontroering? Ja, wat is de ontroering dan? Trots. Het is natuurlijk trots, maar kan u het ook geloven? Nee. Het is allemaal een sprookje, hè? Het is niet echt. Nee. Het blijft ook zo. Echt waar. Dat werd nooit. Is de vader ook zo trots? Ja, maar vooral ook omdat ze heeft bereikt wat ze bereikt heeft. Ik vind dit ook een beetje topsport. Je moet er heel veel voor doen, heel veel voor laten om op dit niveau muziek te maken. Om dit vak is wel een vak met heel erg veel drugs en rock'n'roll. Yeah. Dus om dit evenwichtig te doen. Daar ben ik aan trots. Maar heeft u nooit gedacht, maar Floor, waarom ga je nou naar de rockacademie? Waarom kies je dit pad? Ga je het serieus leren? Nou, we hebben het er wel over gehad. Maar we hebben voor de rest altijd gezegd, als jij dit echt wil, moet je dat doen. En dat vind ik ook het mooie en het ontroerende, als je je droom kunt leven. Dat kunt doen wat je echt graag wil, wat je ambitie is. Ja, dat is mooi. Dat is echt mooi. En weet je waar ze zitten straks? Ja. En kijk je dan? Ja, dat gaat wel natuurlijk. Ja. En zien ze dan ook of niet? Ja, ondanks hoeveel mensen er ook staan, om de een of andere reden vind je elkaar wel. Ja. Dat wordt dan weer een mooi moment. Ah, zakdoek erbij. Als de regen optrekt en het stadion langzaam volloopt, is er voor Floor nog een meet and greet met de fans. En die komen uit heel Europa. Good idea bringing someone to this interview. En niet alleen de fans zijn gek op Floor. Ook de bandleden van Nightwish kunnen niet meer zonder haar. At first she was just supposed to be a stand-in for the rest of the tour. Right. We didn't make any decisions immediately. But after a few months it became obvious that she's the one. And what has she added to the band? Dedication. Mm-hmm. Motivation, charisma. Yeah. She really stands her ground. She's very easily slips into the role with us. And yes. Not actually a role, it's just the way our personalities are. It's very easy to go and communicate and do things. She's at home doing this. She really is at home. Wonderful. Three, two, one. So cool. Okay. Thank you. No problem. Oh my god, look at her. So. Het ziet er prachtig uit. Dankjewel. Hoe voel je? Het is nu nog een half uur voor de show. Ja, nou begint het aan te komen. Je moet er niet al te veel aan denken, maar toch, je weet dat er 24.000 man staan. En daar voel je wel. En heb je dan soms ook het idee van, als ik het maar kan? En waarom doe ik het eigenlijk? Nee, dat niet. No. Zeker niet, waarom doe ik het eigenlijk? Nee, ik ben er helemaal klaar voor nu. Nou. Ja. Thank you.
volgende ochtend zijn de decibellen een beetje uit mijn oren en ontmoet ik Floor bij haar hotel. Wow. Hoe voel je dan zo'n ochtend na een concert? Beetje stijf. Ja, meestal heel moe. Kijk, ik heb een platenzaak gevonden. Zo. Hier hangen we. Hier hangen we. Oh. She looks so waste. Like, no. Met zo'n, Hoe kijk je nou naar jezelf? Streng. Maar met die foto ben ik blij. Heeft het lang geduurd voordat je dat aankon om dit te zien? Dat jij tussen die grote band staat? Ja, omdat ik heb een beetje twee manieren om ernaar te kijken. En enerzijds is het vanuit dat boe, die grote band waar ik in ben gekomen. En dat blijft een beetje wauw. En aan de andere kant zijn dat goede vrienden geworden. Mijn broers, met wie ik van alles meemaak. En deze ongelofelijke tijden meemaak. En dat is ook een goede manier om naar te kijken. Dat vind ik een gezonde manier om vanuit dat oogpunt de voetjes op de grond te houden. Kom, we gaan naar binnen. We gaan platen uitkiezen. Ja. Maar in Finland kun je met Floor niet rustig een platenzaak binnenlopen. Excellent. Wonderful. You're the best singer of Life Twist. Thank you very much. She's the? Yes, the best, of course. The best singer of Nightwish. Yes. And I cried yesterday. Oh, wow. Why? Because she's so good. Kitos. Thank you. Great. Thank you. Ze huilen. Ja. Mooi, hè? Ja. Zo sterk en stoer als ik haar gisteren op het podium haar fans zag betoveren, zo moeilijk kan ik me voorstellen dat Floor amper 3 jaar geleden nog alleen maar thuis op de bank kon liggen. Zwak en vermoeid door een burn-out. Waardoor heb jij een burn-out gekregen? Te veel. Te veel op de verkeerde manier doen. En klappen incasseren. Ik verloor mijn band na 12 jaar. Daar was ik niet blij mee. After Forever heb ik echt dus vanaf mijn 10e jaren gedaan. Prachtige albums gemaakt en net toen alles eigenlijk heel goed ging, toen stortte het allemaal in. En hoe hard ik het ook wilde, en het was gewoon weg. En dat kon ik niet meer maken. Maar hoe zwart was die periode van jouw burn-out? Dat is geen leuke tijd. Dat is echt verschrikkelijk, want je kunt niks. Naakt voel ik me. En dat was, dat past helemaal niet bij iemand die normaal heel veel doet. En gemakkelijk overal naartoe gaat en gemakkelijk met mensen. Je krijgt echt een oprechte hekel aan alles. Muziek, verschrikkelijk. Hoeft voor mij echt niet meer. Metal, belachelijk. Moet je zien hoe het eruit ziet. Ik had er helemaal niks meer mee. Ik wou er zo ver mogelijk vanaf. Is dat ook waarom je moeder zo... Oké? Okay? Ja. Need a tissue? Oh, dat ziet als goed genoeg. Oké. Oké, Annie? Ja. You didn't tell me I needed tissues. I did before. I wasn't listening. Maybe. I use this bunny's ear. Okay, we got 4 more minutes, y'all. This has been amazing. Thank you guys so much. This is why we rely on y'all to let us know what to react to next, because you guys always... ontroerd als ze naar je kijkt. Dat ze zo jouw tocht en jouw gevecht hebben meegemaakt. Zeker, ja. Ze weten dat het niet vanzelf is gegaan allemaal. Ja, ik denk als ouder wil je toch altijd het beste voor je kind. Heb je nog naar ze gekeken tijdens het concert? Ja, maar ik ben ook zo'n emotioneel mens als mijn moeder. Dus als ik haar zie, dan krijg ik brok in mijn keel. En dat is letterlijk. Zo'n brok in de keel is niet alleen een metafoor. Je voelt dat echt. En dat gaat niet als je zingt. Dus ik moet dat heel beperkt houden. Oké, dat is zo cool. Oh, Floor, je bent helemaal ontroerd. Mooi, dank je. Ja, jij bent het. Ja, het is een mooi verteld. En wat ontroert jou dan zo? Mijn ouders. Om wat ze hebben meegemaakt met je? Ja, en ik heb hun niet gezien natuurlijk zo. Dus omdat ze...
ja, om te zien hoe zij dit beleefd hadden of dat beleefd hadden. En dan en alles even verteld achter elkaar. Dat, ja, dat maakt op mij wel indruk. En als je er nou zo naar kijkt, realiseer je dan ook wat je allemaal bereikt hebt? Ja, ja. Ja, en op een andere manier, want je bent er iedere dag mee bezig, dus natuurlijk ben je er heel bewust van. Maar in de context van dit alles, ja, dat, misschien anders, ja. Ja. Hoe anders? Nou, wel heel trots. En je gaat toch weer terug naar een tijd waar je niet dagelijks mee bezig bent. Dat meisje wat daar op de grond zit voor dat oude fabriekspand, wat net 18 was. En nu, ja, dan, ja. Je gaat constant nadenken, 16 jaar, wat is er inderdaad 16 jaar gebeurd? En waar is iedereen? En waar ben ik? God, nou, oké. Ja, dat is genoeg momenten geweest dat dat helemaal niet aan de orde was. En waar ben je nu dan? Ik ben nu heel gelukkig. Dus ik doe ook nog eens kei gave dingen, echt hele bijzondere dingen. Maar ik ben vooral gelukkig. En dat is nog veel belangrijker dan misschien wat je bereikt. Of misschien ben je gelukkig door wat je bereikt hebt. Maar dat zou ik niet willen zijn. Dat zou... Want dat kan weggaan. Net zoals dat After Forever ineens weg. Ben je dan ongelukkig? Maar daar wil ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Of als Nightwish vandaag weg zou gaan, zou ik dan ongelukkig zijn. Maar nu ben ik gelukkig. We're happy too. Stralen van geluk. Ja. Ja. Heel mooi om te zien. Wat ben jij ervan, van Floor en Nightwish? Ik heb haar een beetje gevolgd met After Forever toen in die tijd. Ik vond het gewoon interessant om te zien. Geweldige stem, vond ik al de eerste dag dat ik haar hoorde. Ik vond het tof om te zien. Ze was toen een beetje bezig met wat wij net mee bezig waren. Een beetje dat wereldtouren, net buiten Nederlandse grenzen. En ik vond dat interessant en ik vond het geweldig. Echt heel trots. Is dat dan toch de grote droom, zo'n wereldtour? Is dat het? Het is heel leuk. Maar de grote droom, ik denk dat je gewoon blij moet zijn in het leven. Kijk, ja, we hadden het net over Elton's droom, dat hij misschien niet waar heeft gemaakt, maar een schitterend dochtertje. Dat is toch mooier dan al het andere, weet je. Dat had ik ook toen ik mijn dochters dus kreeg, toen vervaagde basically alles. Dus de stoere rockhelden van 1999 uit Tilburg, die worden allemaal sissies als ze kinderen sissies krijgen. Is dat? Nou, mooie klasse uit 1999, toch alweer 16 jaar geleden. Ik wou jullie bedanken voor de verhalen en vooral voor de mooie muziek. En laten we nog één keer teruggaan naar die 16 jaar geleden. En dan wel met alle dames van de klas nog één keer één liedje, Killing Me Softly. I can't say I expected that, of iets anders folks. That was really touching, really moving, and made me want to watch this concert even more and appreciate Floor and everything she does. What about you? Her parents are so supportive of her. Yeah. That's amazing, isn't it? It's amazing what support from your loved ones can do, especially your parents. And so definitely love your kids that are out there and motivate them, because look what it even does to a superstar like Floor, who looks like she's on top of the world, but she's nervous like all of us. And she needs the support from her parents too, even though she's a rock star. So don't ever feel bad to look out for that support. And thank you all. I hope you guys enjoyed this lovely reaction with Alana and I. I think she had a good time. Maybe because of this, she'll want to react to one of the Tempera songs. We'll see. Anyways, peace and love, everyone. God bless.